Youssouf, rustig aan hè, Youssouf vandaag. Hou je in de gaten. Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Fuck a bitch, bitch, motherfucker bitch. Elke woensdag om 7 uur kijk jij bij mij in de klas. Er wordt gelachen, er wordt ruzie gemaakt en vriendschap gesloten. Kortom, het echte leven op een middelbare school. A, B, C of D? Oswaldo. C. C. Zij wil de lezers uitleggen waardoor beloningsverschillen ontstaan. Nou, dat is goed. Ja. Vraag. Ja. Marieke, hallo. Het is de derde keer dat ik dat zeg. Je bent nou weer met je mobiel. Ik wil, geef maar. Hup, mobiel in de klas. Dat was niet heel belangrijk. Geef hem. Eind van de les, dan gaan we er even over hebben. Dag Stanley. Dag meneer. Ja. Ik denk het eigenlijk een keertje niet. Waarom? Ik ga het een morgen krijg ik hem terug. Nou, nee, dat kan echt niet. Ik ga hem gewoon eens een dagje hier houden. Nou, dat ik laat hem eens. Ik ga er goed op passen. Sorry, maar dat gaat echt niet door. Ik ga nou, er zelf heel sorry, goed op dat passen. Gaat echt wel door. Meneer, weet u wel niet wat ik per maand voor die telefoon betaal? Denk toch niet dat het hier in uw la blijft liggen? Marieke, ik geloof dat ik heel erg duidelijk ben. Hè. Ik zeg, ik heb nee. Maar is volgens het, mij hè? Ben ik ook heel duidelijk. Ja, maar ik zeg heel duidelijk nee. Dus ik zeg, ik doe een N. Hier, ik zal het hier op het bord schrijven. Het woordje nee. Hoeft niet, ik ook Nederlands hoor. Kijk eens aan. Ik weet dus wel wat nee betekent, maar ik ben het er niet mee eens. We hebben er een ik E. Ik wil mijn telefoon terug. We hebben nog een E. Meneer, hoe hoeft dat heel op te schrijven? Duidelijk. Staat nergens op. Nee, staat er. Ja, ik weet ook wat dat betekent, maar ik wil mijn telefoon... Nou, dus dag Marieke. Nee, niet dag Marieke. Nou, duidelijk meneer, dag Marieke. Dag Marieke als ik hier mijn telefoon in mijn hand heb. Dag Marieke. Niet dag Marieke. Mag ik mijn telefoon, meneer? Ik ga jou het niet dat geven. Ja, ik wil wel dat u mij dat geeft. Ik ga dat niet doen, want ik ga niet met jou in discussie. Want het is altijd met Marieke, dan gaat ze... Dat wil echt nee, per se... Nee, maar niet altijd met Marieke. Ja, meneer, wel altijd met Marieke. U pakt mijn telefoon op mijn eigendom, staat op mijn naam. Dus ja. Ik neem het mee en naar nou huis. En nou ligt hij lekker in het laadje. Nee, en dan gaat ligt hij zo. Veilig en morgen krijg jij hem terug. Nee, ik wil hem nu terug, niet morgen. Wat is er zo belangrijk aan jou? Dit is van jou. Wat is ja, er zo... ik weet ook wel dat dit van mij is. Wat is het belangrijk? Het is ook iets van mij, ziet u? Dit is van mij en de telefoon is ook van mij. Ja, maar ik hou even een dagje... Nee. Behoud ik je telefoon? Nee. Ja. Nee, ik wil mijn telefoon terug. Ik ga niet weg zonder mijn telefoon. Nou, desnoods doe ik die deur op slot en dan wacht ik tot u mijn telefoon geeft en dan pas ga ik weg. Kan u ook weg? Je gaat maar door, hè? Ja, totdat ik mijn telefoon terugkrijg. Ja, maar weet je, je maakt het alleen maar steeds erger, want ik ga het echt niet geven. Meneer, het ik maak het niet erger. Ik wil mijn telefoon weer terug. Dan maak je het weer erger. Meneer, u kunt toch luisteren? Ik wil nu gewoon ga mijn ik telefoon zeggen, terug. Nu ga ik zeggen dat je 2 dagen niet je telefoon nou, krijgt. Nou, dat wordt er maar helemaal niet, hè? En nu twee ga ik dagen. Zeggen dat je 3 dagen je telefoon krijgt. Nee, ik wil nu mijn telefoon terug. 4 dagen. Nu. 5 dagen. Nu. 6 dagen. Meneer, nu. Ik wil nu mijn telefoon terug. 7 dagen. Ik ga trouwens ook niet met jou discussie. Nadia, ga jij... ik wil even alleen met Marieke praten. Ga jij eens weg. Hup. Hoezo weg. Mag Nadia niet bij zijn? Omdat ik met jou even wil praten. Nadia, ga eens weg. Wil jij moeder bellen? Ja. Doe maar. Wat ga je doen? Mijn moeder bellen? Dat heeft u toch gehoord? Of mankeert ook iets aan uw oren? Je bent enorm brutaal, hè Marieke? Ik weet niet... Meneer, dat is ook brutaal hoor. U ziet toch dat ik aan het bellen ben? Om door je te praten is ook brutaal. Marieke, ik ga... Huh? Ik ga... Nee, ik, dit, de leraar heeft dit. Mijn telefoon afgepakt. Ja, hier doe ik niet aan mee. Meneer, mijn moeder wil u spreken. Ik ga hier gewoon niet aan mee. Meneer, mijn moeder wacht aan de telefoon. Oké, prima. Nou, dan kan ik het eens goed uitleggen. Nou, goeiedag, met Peter Hoefnagels. Mentor van klas 4A en van Marieke. Ja, het volgende. Marieke zat de sms'en in de les en ik heb haar mobiel afgenomen. En... ik wil het een dag innemen. Ja, dat begrijp ik. Maar u moet eigenlijk... Ja, maar ik vraag aan u of u ook mijn standpunt begrijpt. Dat als Marieke in de klas aan het sms is en ik... Ja. Nee, ja. Ja. Goed. Nou, volgens mij heeft ze al opgehangen. Nou, fijn, dan kan u nu mijn telefoon teruggeven. Nu, alsjeblieft, ik moet de bus halen. Meneer, ik wacht nog steeds. De telefoon zit daar en dat laat je makkelijk terug. Moeder heeft toch gezegd dat ik terug moet?
Ja, dankjewel. Had ik nu Marieke's mobiel een dagje moeten innemen of niet? Achteraf, het was misschien niet zo'n handig idee van mij. Maar ja, wat dan? Ik weet het niet meer. Ik zeg duidelijk, help, help, want wat moet ik doen? Als jij een idee hebt hoe ik met mobiels in de klas om moet gaan, schrijf dat even in een reactie. En natuurlijk, als je het een leuk filmpje vond. Hey, duimpjes omhoog, groetjes, hoi. En hij maakt nog een sprongetje. En dan gaat hij als springend gaat hij de klas uit. Als springend gaat hij de klas uit. Het is ongelooflijk mooi om te zien. Maar is dit nou jouw eigen lul of zou je zo'n lul willen hebben?